Goedemorgen, goedemorgen. Dit is vrijdag en ik hoop dat het goed gaat daar bij jou. Natuurlijk wil ek net die oukie voor ons gegooi het daar. Ek hoop dat het heerlijk gaat met jou en dat so aan die einde van de week dat jy daarom ook een blaaskans het. Vrienden, ons is weer lekker vol sitkamer vanochtend. Baie ouens wat kommentaar gee en dan ook in die achtergrond in is. Laat weet vir my, as jy hier is, stuur vir my een like of een harkie. Sal graag net wil weet dat jy hier is. James, welkom vir jou, Jolandi, Kathy, Koos, Elsabie. Koos, is dit vandag jou laaste dag in George? Is jou pad terug? Elsabie, Engela, lekker om vir jou hier te sien. Stuur groete vir Wynand asseblief. Emmy, Juanita, lekker om vir jou ook hier te sien vanochtend. Sterkte met Frits, ons bid saam met jou vir Frits ook. Sterkte vir julle ook daar, Elsie, Riki, Monique, lekker om vir jou te sien vanochtend. Wonderlik om so vol sitkamer te hê. Ek sien vir julle ook wat in die agtergrond is, wat like en hartjie stuur, lekker om so saam met julle te wees. Vind een van die belangrikste elemente wat vereis word vir die bou van een sterk geestelike lewe, is vir my so belangrik, en dit is om te verbind te wees aan een kerk. Verbind te wees aan een gemeenskap wat gelowig is. Om verbind te wees aan een groep mense wat dieselfde dink, dieselfde glo as jy. Sien, ek dink, COVID het in baie aspekte gemaak dat ons die gewoonte kweek, dat ons baie makkeliker online kyk as wat ons net deel raak van een gemeenskap van gelowiges. Jy sien, ek wil vanochtend jou net opnuut kom uitnooi. Raak deel van een lichaam, raak deel van een geloofsgemeenskap. Gaan keier saam met die ouwens, bid saam met hulle, aanbid saam met hulle, want ek glo werkelijk, dat wanneer ons saam is, wanneer ons saam teenwoordig is, en soekend is aan Godse teenwoordigheid, dan gebeur daar bonatuurlike dinge, en daarom kan ons siel so gevoed word, ons kan gevoed word, wanneer ons tussen gelowiges is, en wanneer ons saam worship, en saam bid, daarom wil ek jou vanochtend net weer kom herinner daaraan. Raak deel, dit is een van die grootste bouwstene wat ons kan hê, om saam met een groep gelowiges. Een groep gelowiges is natuurlijk meer as twee, nee. So het kan drie vriende wees wat werklik saam bid, saam dit. Dit kan natuurlijk meer as drie ook wees wat by mekaar kan kom. En die aangesig van die Here gaan soek. Hebreërs sê vir ons in Hebreërs 10, lees ons daar al staan, laat ons styf vasthou van die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar maak mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeeldag sien naderkom. Vriende, ek hier het uitnooi vanochtend, raak deel van die koninkryk van God, raak deel van die geloofsgemeenskap, want is daar waar ons geestelike lewe gevoed word, is daar waar ons gees gevoed word, en het is daar tyd dat ons net saam die Here se aangesig kan soek. Vriende, mag julle een heerlike naweek hê, mag hierdie vrydag vir julle goed wees, mag hy met jou goed gaan, en ons naweek is jou propvol, ons het weer lekker funksie aan hierdie naweek, en saterdag maak ons weer reg vir Sondag, en Sondag tot ons Liggieskerk afsluiting, dit is sommer net wonderlik, om so saam een groep gelowiges die lewe te kan doen. Ons is nie gemaak om alleen in hierdie lewe te wees nie. Vriende, sterkte vir jou, ons sien vir mekaar weer maandag, en as ons jou nie maandag hier sien op ons oggendoordenkings nie, sien ek jou definitief Sondag in persoon, daar by na kerk. Vriende vir jou, mag ek met jou goed gaan, gesels weer.